Ferdy Druijf, welkom bij NEC. Dankjewel. Is het voor jou verrassend om hier te staan nu in Spanje? Want er gingen geruchten dat er heel veel clubs voor jou in de running waren om jou een halfjaartje te huren. Waarom NEC? Omdat hij hier nog heel veel te winnen had. Ik wil de club natuurlijk helpen. Ze staan niet waar het hoort te staan. En ik zie mezelf onder de druk hier al bij de club. Zie ik me wel spelen, ja. Zie je zelf ook scoren? Want je bent natuurlijk niet voor niks de topscorer van de keukenkampioen-divisie. Brengt dat een extra soort druk met zich mee, denk je? Nee, ik moet gewoon mijn ding blijven doen. Zo zie ik het ook. Ik wil gewoon goals maken hier al bij NEC. En daarvoor ben ik gekomen. Ja, dat is natuurlijk waar iedereen je van kent nu. Als topscorer, als doelpuntenmaker. Hoe zou je de speler Ferdy Druijf verder voor de supporters omschrijven? Nou ja, sowieso ben ik een hardwerkende spits. Die een bal vast kan houden. Die nooit opgeeft, ook niet als je achter staat. En voor de rest gewoon dodelijk voor het doel. En daarvoor ben ik hier gekomen. Je staat nu met op de achtergrond de zee. Je bent in Zuid-Spanje. Dat was gistermiddag rond een uur of vijf nog niet eens zo heel helder. Je hebt een kort nachtje gehad, denk ik. Ja, klopt. Ja, ongeveer rond wat zal het zijn, na 5:30 ongeveer. Toen hoorde ik van 7:45 moet je een vliegtuig pakken. En je gaat naar Spanje toe. En hartstikke mooi voor mij. Ik hoop er eigenlijk al in het begin bij te zijn. Maar helaas lukte het niet. Maar ik ben blij om 2-3 dagen met de jongens te zijn. En ben je fit genoeg om bijvoorbeeld volgende week zondag al de eerste wedstrijd van de tweede seizoen zelf tegen Eindhoven te spelen? Ja, ik ben fit genoeg. Ja, volgende week zou ik kunnen spelen. Ik voel me goed, ik voel me fit. En deze twee dagen, wat hoop je nog te gaan zien, te bereiken? Heb je al met jongens gesproken? Wat is je eerste indruk van het team? Ja, ik heb wat jongens gesproken. Ja, goed team, ze hebben goed ontvangen. Morgen hebben we dan een wedstrijd. En misschien nog wat minuten mee te pakken.